Wie heeft dit gezegd? Wij hebben een aantal uitspraken gedaan. Die heeft Saskia allemaal op een stapeltje liggen. Die uitspraken gaat ze zo meteen voorlezen. Vervolgens mogen wij een keus maken uit één van de mensen hier. Wie heeft dat dan gezegd? Dan tel ik af en dan mogen we daar eventjes een sliertje zo hoppakee, op parkeren. Helemaal leuk. En thuis kan jij meedoen via zapplive.nl. En dan gaan we erachter komen of jij ook gelijk hebt. Of jij weet bij wie welke uitspraak hoort. Laten we beginnen met de eerste uitspraak. Oké, de allereerste is gelijk heel schokkend. Okay. Ik wil de spuitbussen omhoog en pas spuiten bij 3, hè? Want ja, dat is niet eerlijk. Ja. De eerste uitspraak is... Ik heb een keer een hamster vermoord. Een hamster? Dat lijkt me echt iets voor Holly. Ja. Oké, 3, 2, 1... Ja, stop maar. Hou op! Ja, ik stop dan. Oké, wie heeft de meeste... Jij hebt er heel veel. Ja, het is... Meiden doet het niet! Oké. Okay. Oh, jawel. Oké. Jezus! Wat denken ze thuis? We hebben thuis een uitspraak en thuis zijn ze er heilig van overtuigd dat dit Klaas zijn uitspraak was. Ik dacht dat ook. Nee, man! Dit heb jij gedaan. Het is niet mijn uitspraak. Van wie is hij? Eerlijk? Jij! Oh! Een hamster vermoord? Nee, maar het was echt per ongeluk. Ja, echt waar. Je ging erop staan. Nee, ik gaf hem zo aan mijn nichtje en toen deed hij zo. En toen liep hij zo. Toen deed ik, en toen viel hij zo op de grond. Oh my god. Dat vind ik echt per ongeluk. Hoezo heb je mij aangevallen dan? Heftig. Oké, volgende uitspraak. Een beetje discipline graag aftellen en dan pas spijt. Ik heb ooit een joyride gemaakt in de auto van mijn ouders. Dat lijkt me echt iets voor Dylan. Hé, wacht nou met spuiten! 3, 2, 1! Stop! Oké. Dit ging. Jij moet niet gelijk. Je moet even rustig. Jij gaat niet op 3. Ja. Ik ging gelijk aan. Oh, jongens, smerig. Okay. Rust in de tent. Oké. Saskia, wat denken ze thuis? Thuis gaan ze unaniem voor Dylan. Dylan, is dat jouw uitvraag? Nee. Ik ben het niet eens. Nee. Jij. Ja, het is mijn. Het is wel, ik schaam me daar echt voor. En ik zeg je bij deze, doe dat nooit. Want het is super gevaarlijk. Maar wij waren op vakantie. Ik zat in mijn examenjaar van de middelbare school. Mijn ouders gingen dan met de rest van de familie iets leuks doen. En ik was thuis om te leren voor het examen. En toen zag ik in één keer die auto en die sleutel. Die sleutel en die auto. Die auto en die sleutel. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. En toen dat wegrijden ging wel, maar toen moest ik ook nog terug. Peentjes gezweet, want de buurman had het in de gaten dat het niet goed ging. Maar diezelfde dag vertrokken we nog. Ik heb het mijn ouders pas verteld toen ik mijn rijbewijs had. Oh. Waar gebeurt het verhaal? Volgende. Volgende. Ik word niet wakker van wekkers. Wacht nou eens. Nou. Oké, dit is zo ontregeld. Stop. Mijn is ook op. Oké, Holly. Je hebt twee minuten. Oh, stop. Ja, sorry. Ik moest heel even nog terug. Ja. Unaniem. Ik denk Holly. Er is een soort van unaniem besloten dat het Holly is. Is het Holly? Is dat voor jou? Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Ja, heel goed. Maar dat hebben jullie ook wel gemerkt. Ja. Oh, echt. Nou, nog eentje. Oh, mijn hemel. Oh, mijn god. Ik ben nog eentje? Nee, maar wacht even. Okay. Meiden doen het niet meer. De volgende is, ik speelde vroeger veel met poppen in mijn poppenhuis. Ja, ik dus niet. Zo. Oh, oké. Zo. Oh, jongens. Ja, jongens, laat mij nou over de rest. Ja. Dus. Oké, heel eerlijk zijn, dit was zelfverdediging. Oké. Er is thuis unaniem gekozen voor Dylan Aris. Dylan, is die ook voor jou? Nou, het waren geen poppen, het waren Barbies. Oh, dat zijn ook poppen. Ja, echt waar? Ja, echt. Ik had een heel Barbiehuis en daar speelde ik mee. Wat lief. Oh. Ik was ze voornamelijk aan het uitkleden altijd. Ga eerlijk zijn, wat? Dat vind ik wel heel graag. Laten we hier stoppen. Oké, jongens. Mag ik een applaus voor deze kandidaten? Dank jullie wel.